Alex Pastoor, je zag de wedstrijd tegen PSV als een uitdaging. Hoe zie je hem nu? Nu niet meer, want nou is hij gespeeld. Wat kun je kwijt over deze wedstrijd? Nou, ik denk dat we ons heel goed gepresenteerd hebben. En ik denk dat zeer lange tijd een andere uitslag in de lucht hing dan dat er nu op het scorebord staat. Die 1-0, ja, een beetje toch wel een vervelende goal die je dan tegen krijgt. Ja, dat noemen wij thuis een kutgoal, ja. Ja, Bovenberg maakte sowieso best wel een ongemakkelijke indruk, hè. Tegen Mertens had het best zwaar vandaag. Hè? Ja, kijk, je ziet dat in een fase waarin PSV meer de bal heeft en ze zoeken hem, dan moet je mensen om je heen verzamelen. En Daan werd in feite in een hele grote ruimte gelaten. En dan is het tegen Mertens best moeilijk. Op het moment dat die ruimte wat kleiner was, dan had Daan het ook veel minder moeilijk. Die ingooi van Willems, die bleek nog gevaarlijk. Want in de eerste helft, in de eerste 5 minuten, twee keer een ingooi van Willems, 2 keer een doelpunt. Ja, nou, die eerste, dat hebben we net besproken, dat zag er gewoon ongelukkig uit. En dat hij dan ook precies onder de lat valt, ja, dat hoort klaarblijken bij die fase. Ja, en met de tweede, dan moet je gewoon attenter reageren op een losliggende bal. Dat gold eigenlijk ook voor de derde goal. En een rebound uit de vrije trap, die overigens volkomen ten onrechte werd gegeven. Daarin hebben zij zich beter getoond. Maar over het algemeen, weet je, kan er op al dat soort dingen terugkomen. Als je ziet hoe wij gevoetbald hebben vandaag. Als je ziet hoe heel veel spelers tot een heel goed en hoog niveau is gekomen. Daar ben ik best trots op en daar mogen de jongens zelf ook wel trots op zijn, vind ik. Ja, want na die 2-2 ja, had je dan niet het gevoel van, goh, wie weet dat hij nog wel wat aanvalt? Nou ja, we hadden niet voor niets Leroy al uit de kleren en op het moment dat de 2-2 viel, dan is ook de vraag, moet je dan meteen die aanvallen brengen, ja of nee? En veel belangrijker, Rens die gaf aan dat hij wat last van zijn knie had, die zei ja, als je dan toch nog aanvallend wil wisselen, doe mij dan maar. Nou, daar moest ik dan wel even over nadenken. Maar ja, dat gaf wel aan hoe we in de wedstrijd zaten en ook hoe wij aankeken tegen een goed resultaat halen. Ja, dan na die 2-2 valt dan gelijk zo'n 3-2. Dat lijkt dan ook al domper te zijn. Teleurstelling zie je dan ook op de gezichten. Hoe is mijn Babels in dat moment? Ja, dat zeg ik. We kunnen op al die fragmenten kun je per speler terugkomen. Op het moment dat je een bal loslaat in geval van een keeper. Ja, dan gaat iedereen daarover beginnen. Het is volkomen terecht. Het zijn vervelende momenten. Ik vind vooral cruciaal is dat op dit soort cruciale momenten, op cruciale plekken op het veld, dat al die beslissingen in ons nadeel vielen. En dat gebeurde bij de 3-2 en dat gebeurde bij de 4-2 weer. En tussen die twee goals gebeurde er aan beide kanten nog veel meer dingen waarvan ik denk, ja weet je, als je dan fluit, dan had het net zo goed in ons voordeel kunnen zijn. En dat was het nooit. Ja, je laat je normaal nooit zoveel uit over een scheidsrechter, maar nu lijkt het toch wel behoorlijk gefrustreerd. Ik laat me niet uit over de scheidsrechter, over de beslissingen die hij neemt. En ik heb die gewoon heel anders gezien. En ik vond ze dermate cruciaal, omdat PSV gewoon in een wak zat. En het is heel bepalend. En ik heb er niets mee te maken wie er Europees voetbal kan halen of een bekerfinale moet spelen. Wij hebben ons eigen broek omhoog te houden. En ik wil dat op een keurige manier gebeurt. En op het moment dat het niet gebeurt, dan vind ik ook dat ik daar wat over mag zeggen. Ja, nog even een opstootje tussen Van Bommel en Paulsen. Die laten zich dan uit de tent lokken, krijgen een gele kaart. Die is er volgende week dus niet bij. Ik heb helemaal geen gele kaart gezien nog van hem. Dus dat is mij ontgaan. Oké, dan heb ik verkeerd ingeschat, sorry. Ja, misschien is het al zo, maar ik heb dat niet gezien. Hij kreeg geen geel, ja. Oké, nou. Daar heb ik geen commentaar op. Dan is dat zo. Al met al tevreden, tenminste trots op het feit hoe jouw ploeg gespeeld heeft. Ja, dat wel. Ik ben over het resultaat teleurgesteld. En kijk, op het moment dat je alle kanten opgevoetbald wordt, dan is het nog wat. Maar dat is niet zo. We hebben wat dat betreft prima gedaan.